Had je maar iets op. Ja. Ja, dat, nee, als je een hebt, dan heb je dat zo overstuurd te doen. Mooi krijntje wel. Ja, host 10 is deel. Ja, ja, ja. Zou het aan het streven zijn? Gisteren stond ze op 88 leuk, zoiets, hè? Ja, ja. Zullen we zeggen, streven 10.000? Dat moet toch te horen zien, nog zo op het laatste moment. Nog. 9.600. Wesley en Peter zien het fietsen. Ja. Of die hebben gefietst. Ze mochten niet tot helemaal bovenaan, hè? Nee, het was geweldig. Stormde daar. Het weide te haar. Ja. In ieder geval een dikke duim. Maar ze hebben dan toch een mooi bedrag opgehouden. Al. Zeker, zeker, zeker. Ja, als er nog mensen zien, die kunnen er nog opvullen tot de 10.000. Dan is het helemaal... Helemaal, helemaal zo. Ja, ik heb nog niet geboekt hier in de Lendelaan. Helemaal. Nee, ik ook nog niet. Nee, ik wacht nog even. Maar ze zien wel... Ja, ze zien al een tientje begonnen. Ja, ja. Maar de officiële aftrap hebben ze gedaan. Dus ja, ja. Ze zien er met van niet het zorgcentrum hier. Zien ze nog met een haffeltje heen gegaan, een toespraakje geweest. Ja, en nee, dan besteden die iemand de maatschappij. Besteden die ingemetseld. Ja, die hebben ze gewoon aan het werk gezet dan. Wie zou je... Wanneer haalt je het eruit? Die verzetten. Ja, die zien er met een heel haffeltje. Met de rolstoelen die ze door die kant niet gegaan. Ja, ik denk dat die met de rolstoel ook met de zonnebloem met gaat naar de steeltuin. Hè? Dat was de bedoeling, maar ja. Ze komen te kort. Zonnebloem kwam vier stiel te kort, geloof ik. Ja, het ben je eigenlijk een oplader, Rume. Dat heb ik ook gelezen, ja. Dat waren dus... Snap je dat nou, echt? Die dingen stonden er niks in de weg. Die klappen ze me aan. Dan. Ja, maar kost wel geld, denk ik. Ja. Nou ben je hier niet dan. Ja, dat kan zo. Nee, ze laten ze dat niet brengen. Nee, ze hebben de oproep geplaatst en ik heb al wat reacties gelezen dat er wel wat rolstoelen beschikbaar waren, zo links en rechts in de gemeente. Dus ik hoop dat het goed komt. Zou wel lukken, denk ik. Ja? Dat zijn hele twee hele aparte takken van sport. De ene gaat de lucht in, de andere niet van onder. Nee, zo zit het ook in elkaar. Ja, ja. Ja, ja. Mike Kersten, een duimpje voor Mike. Ja. Hè? Die is de koning van Sint-Petrus, hier in Meergen, van de schutterij. Ja. En dan hebben we overgrote vrienden, of niet? Ja, 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 ja. Ja, de ene software had het niet goed gedaan, maar de andere had het weer... Raymond. Ja. Raymond Zwerts. Ongenaakbaar, wat je wil. Ongenaakbaar, Europees kampioen, ankerkader was het niet. Prima jongens. Goed bezig, proficiat. Een blommetje. Ik zit te denken, een blommetje. Ja. Ja, onze eigen pastoor. Ja, ja. 10 jaar priester. Ja. En een feestje gehad afgelopen Pinkster. Ja, 10 jaar. Ja. 10 jaar was je leuk priester. Hè? Ja, een jubileumfeestje gehad. Hè? Lekker fly gehad en koffie erbij. Had hij goed geregeld. Ja, als je het dag was. Ik wel. Gratis fly. Geen slag om trouwens. Oké, okay. Ja, maar daar zou je thuis mee kunnen brengen. Strassenparty is ook geweest. Ja, die is grotendeels verregend. Het was een natte party. Ja. En zelf is dan ook een feestje gehad. Door in Siegwald hadden ze toch nog een tentfeest. Ja, 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 ja. Dat was wel leuk geweest, geloof ik. Ja. Maar alles nat, regen. Regen. Ja, jammer. Natte nek. Natte nek. Ja, dat sowieso. Ja. En van binnen ook, denk ik. Ja. Dus... Beter een klein visje als graag een visje. Ja, dat klopt. Ja, het schiet allemaal niet op in Offeren, hè? Toch het gezondheidscentrum schiet toch wel op, hè? Ja, maar toch kunnen ze wel niet kiezen voor de naam. Ja, ze hebben mij niet genoeg materialen. Nee, ze hebben te druk. Te druk? Ja. Er waren meer dan 40 namen ingediend. Met allerlei omschrijvingen en hoe en wat. En dan kunnen ze niet kiezen van welke naam het gaat worden. Terwijl het gezondheidscentrum zelf, dat schiet al op. Dat is al eens klaar. Ja, dat schiet in ieder geval... Harder op als de Alphenbaan. Als een beetje... Ja, dus dat ze niet gelijk hadden kunnen beginnen. Ja. Maar dan was het gezondheidscentrum klaar gemaakt. Ja, die hadden, en de Alphenbaan niet. Ja, die zieken nog schilders, Texas. Ja. Zeker, met een lopende zat, die dat ook kunnen. Ja? Ja, ja, ja. Echte schilderaars. Ja. Alverman, die zoekt toch mensen die willen teksten. Ja, het maakt dan niet uit, een beetje aparte structuur erin, de kant te gaan. Maar, is mooi. Ja. Is gewoon mooi. De burgemeester van Siegwald. Ja. Wie is dat? Competitie zit erop. Zit erop. Voetbalcompetitie. Ja. Toch verrassende uitslagen gehad afgelopen jaar. Ja, kijk, als Wal nou verloren was, had je Bergen gemogen. Dat die na-competitie. Ja. Was beter geweest. Was beter geweest, ja. Maar EWC heeft zich gekloot, ja. Die moeten nog na-competitie. Ja. Wat mag die in? Naar Os of zo? Die ja, naar Os, die kant is leuk. Mooi eindje weg. Ja. En Resia zit trouwens ook in de na-competitie van de vijfde klas. Maar die speelt thuis.
Dus ja, tegen Nieuw-Woensel. Nieuw-Woensel. Komende zondag is de wedstrijd. Ja. Je hebt trouwens afgelopen weekend wel een leuk jubileumfeestje gehad. Hè? 80 jaar. 80 jaar. Nee, shirt sponsors. Ja, die hebben goed hun best gedaan. Goed hun best gedaan. Dus, hey, duimpje. Duimpje voor Regia. Ja. Dat is hoogst een miljoen. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel miljoenen dat er uit stroom moet komen daar. Ja, dat mag het nog allemaal opbrengen. Dus even afwachten natuurlijk. Ja. Maar Mozaïek Oost, de gemeente wil die grond gaan kopen. Ja. Maar ze weten nog niet wat er van moet komen. Dat kan iets moois maken daar. Ja, maar of er nou appartementen moeten komen. Of dat kan toch alles, van alles gaan. Maar ze willen ook horeca. Willen ze ja, dat kan ook. Daar is onder een plaats staat voor. Ja, maar dan moeten we wel een paar exploitanten hebben. Je moet dat niet doen als je hierbij... Je bent een toren. Ja, een lege toren. Ja. We hebben daar een lege Mozaïek Oost. Ja. Een mooi lege zootje. Ja. Dat is enorm leuk op mijn hand. 120%. 120% van de bijstandsniveau. Ja. Dan hebben we nog recht op een zorgtoeslag als je eronder valt. We zitten al 5 euro boven, krijg je niks meer. Krijg je niks meer? Nee, helemaal niks. Maar er was een voorstel in de gemeente rond afgelopen. Ja, dat omhoog te trekken, die 120% naar 130, 134. Ja, 130. Ja, we hebben ze in Venray ook. Ja. Maar had het niet gehaald hier? Nee, ja, dat kan ook niet anders hier. Had Pierre Rutte wat te doen? Nee. Die kan er wel aan. Er zien er maar meer, die mensen die er erg voor werken. Ja. Terwijl de taak eigenlijk toch hier bij de gemeente moet liggen. Hey, Toon, goed dat je er wel bent, jongen. Ja. Dus gelijk in zo'n setting hier. Dus ik kan er gelijk kijken. Ik kan er een werk uit kunnen stellen, maar... Nee, gewoon eraan weer. Je moet toch te doen hebben. Je kan toch niet thuis blijven zitten, nee. Nee, wat anders. Ja, en hier zitten we tenminste maar een beetje verzoenlijk. Ja. Ja. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, eventjes een duimpje. Dan gaan we weer onderweer. Delen en reageren. Fijn weekend. En tot volgende week. Oh, yeah. Ja, zag ze er goed uit? Ja. Mijn handen op vakantie geweest? Ja, nee, daar regen we helemaal... Helemaal gelaaien weer? Ja. Die kan er wat tegen? De accu is vol. De accu is vol.